Sommige grannies kunnen de deur niet uit, omdat ze bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebben. Om te zorgen dat deze grannies toch gezien en gehoord worden, is de Mobile Club in Roemenië opgericht. We saw the difference at the grannies who are at home. So it's very important for them to feel that they are important, that they can do something for new people, they can serve with something, they can speak with somebody about their problem, they can make new relationship. Grannies die goed ter been zijn, gaan op bezoek bij anderen die niet meer zo goed kunnen lopen. Tijdens de bezoeken bidden de grannies voor elkaar, ze zingen en praten over God. De Mobile Club is niet alleen goed voor de grannies die bezoek krijgen, maar ook voor de grannies die zelf op bezoek gaan. When you can speak with an old person who is on the same situation like me and on the same age, they know their problem, their stories, they are on the same level. They ask the grannies who visited them to come and visit again or just call me. Steeds meer grannies zien nu naar elkaar om.